De beste oogzorg, bij ons staat de gezondheid van uw ogen voorop. Zien en gezien worden, daar gaat het om bij Mulder Optiek. Kijk ook op mulderoptiek.nl. Hugo de Jonge is lijsttrekkerskandidaat en heel veel CDA's willen hem graag ontmoeten natuurlijk en vragen stellen en weten wat hij gaat doen met de partij. En daar hebben we eigenlijk allemaal wel zin in, dus dat gaan we nu doen. Het zag groen van de politici zaterdag aan het eind van de ochtend op het regioplein in Schagen. Hugo de Jonge, kandidaat om lijsttrekker te worden voor de komende Tweede Kamerverkiezingen voor het CDA, kwam naar Schagen om met eigen ogen te zien hoe in Schagen Wooncompagnie snel sociale huurwoningen bouwt. Nou, hier worden sociale huurwoningen gebouwd door Wooncompagnie, 46 in een modulair bouwsysteem, heel snel dus. En er zijn heel snel heel veel meer woningen nodig. Gisteren was er natuurlijk dat rapport over het grote financiële tekort bij de sociale woningbouwverenigingen. Die verhuurdersheffing die ze enorm nekt in de mogelijkheid om meer woningen te bouwen, terwijl dat juist nu nodig is. Dus dat is wel een extra reden om hier nu te staan en te praten over sociale woningbouw en snelle woningbouw. Wat is er belangrijker op deze ochtend, de campagnes of het sociale woningbouwvraagstuk? Voor nu is de campagne het belangrijkst, maar eerlijk gezegd, wij nodigen hem vanuit Schagen natuurlijk wel even bewust op deze plek uit, omdat wij ook willen laten zien dat die woningnood hier echt een heel serieus ding is. En de grote mensen in Den Haag moeten dat natuurlijk ook een beetje in hun oren knopen, wou ik zeggen. Maar moeten wel zien dat het overal in het land een heel belangrijk thema is. En daarom hebben we hem speciaal hier uitgenodigd. Dan even over de campagne van Hugo de Jonge. Hoe groot is de kans dat dit gaat worden? Ja, ik denk wel best wel groot. Ja, dus de Pieter Omtzigt doet het natuurlijk ook onwijs goed. En dat is natuurlijk eigenlijk ook wel een soort CDA-held. Dus beide zouden heel erg leuk zijn. Maar ik denk echt wel dat Hugo verreweg de meeste papieren heeft. En ook de breedste achtergrond en leiderschapervaring. Dus ik denk dat veel CDA's Hugo gaan stemmen. Leuk uitje op een druilerige zaterdag. Zeker, ja. Als het nou heel zonnig was, dan waren we op het strand gaan staan. Maar nu mogen we gelukkig hier. Veel beter. Dan beland je de zomer in Schagen, in de kop van Noord-Holland. Hartstikke goed. Uitgenodigd door Jelle natuurlijk. Dat kon hij missen. Maar hij heeft me verteld dat anders altijd de zon schijnt hier in Schagen. Dat klopt toch, of niet? Meestal wel. Ja, meestal wel. Nu even niet, maar wel heel goed om te zien dat er zoveel leden hier bij elkaar zijn. Kijk, het is natuurlijk voor de partij een hele spannende tijd. Hè? Want we mogen weer een nieuwe lijsttrekker kiezen. De laatste was 8 jaar geleden dat we dat mochten doen met elkaar. En dat is natuurlijk voor zo'n partij een hele spannende periode. En voor ons eigenlijk ook. Want ja, het spant erom de komende dagen. En dat is de reden dat ik vandaag tijd maak om juist in gesprek te gaan met leden. En de hele dag door het land aan het toeren bent. Vanmorgen al vroeg in de auto. En eerst begonnen in Woerden. Eerst begonnen eigenlijk bij Goedemorgen Nederland. Toen Woerden, nu Schagen. Straks Leeuwarden, dan Zuidwolde, dan Ommen. Dan Os en dan Venray. En dan weer terug naar Rotterdam. Dus echt een heel rondje door Nederland. Hier op een plek waar sociale woningbouw wordt neergezet. Wat gaat Hugo de Jonge, als hij wordt gekozen, doen om dit soort projecten vlot te trekken in het hele land? Kijk, een van de allergrootste opdrachten voor ons de komende periode is dat we zorgen voor voldoende woningen. We hebben in Nederland nu al een groot tekort. En dat tekort wordt alleen maar groter. Ongeveer 1 miljoen woningen moeten erbij tot aan 2030. Als we het in dit tempo blijven doen, gaat het ons niet lukken. Dat is ook wat je hier vandaag hoort en wat je hier vandaag ziet. We zullen met elkaar veel steviger moeten sturen en veel planmatiger die woningbouw vlot moeten trekken. Nou, daar doen we nu al het een en ander aan in het kabinet, maar we zullen daar veel harder nog gas op moeten geven. Want anders gaat het ons gewoon niet lukken. Nou, en dit is een project waarvan ik zie en begrijp dat het heel veel sneller van de grond is gekomen dan je doorgaans ziet. Nou, daar moeten we dus van leren hoe dat sneller kan. Locaties aanwijzen, de regie nemen. En zorgen dat er gebouwd wordt, heel veel gebouwd wordt. Je bent niet de enige die je campagne voert. Jelle Beemsterboer doet dat ook. Die wil graag jouw collega worden in de Tweede Kamer. Gaat hem dat lukken? Ja, ik heb het begrepen. Nou, weet je, Jelle is een buitengewoon getalenteerde gast. En het gaat hem overal lukken. Dus het zou me zeer verbazen als het hem niet gaat lukken om die Tweede Kamer in te komen. Dus het is een feest om met Jelle te werken. Eén punt, als hij naar de Kamer gaat, moet je hem hier missen. Dus ergens gaat het toch pijn doen. Maar nee hoor, wij hebben Jelle er heel graag bij in de Kamer. Dus, maar goed, voor iedereen geldt. Netjes solliciteren en goed je best doen om zo hoog mogelijk te komen op die lijst. En daar zit Jelle nu middenin. Succes met de campagne. Dankjewel.